Ik ben juf Marijke van Geflipt en welkom bij spel 7. We gaan lasergamen, varen en taalkundig ontleden in 1. Let's go! Topito! Doel van dit spel, effectief communiceren. Wat bereid je voor? Je regelt het volgende. Kleine vouwblaadjes in verschillende kleuren voor ieder kind of voor ieder kind een pion. 10 dobbelstenen, het grote Wie is de Mol bordspel, klappapier en je print deze extra woorden uit. En je maakt 5 groepjes in je klas. Klaar, finito, topito! Je vertelt de klas de groepjes, ze gaan bij elkaar zitten. Ja, en ik zou zeggen, zet dit vuurtje nog even op je digibord. Iedereen in de luisterhouding. Top begin. Je vertelt de klas, jongens, jullie gaan zo in je groepje op vakantie naar Marisco Lagoon. Een meer in Mexico. Je laat het bordspel zien. Jullie moeten gaan varen over het meer. Dus zorg er even voor dat je allemaal je eigen bootje vouwt. Je zet deze afbeelding op het digibord en ieder kind maakt zijn eigen bootje. Is dat te ingewikkeld, dan gebruik je gewoon pionnen. Dan leg jij de spelregels uit. Het uiteindelijke doel is dat je als groepje 1 goed lopende zin maakt. Een zin bestaat uit verschillende woorden en jullie gaan die woorden verzamelen door dit bordspel te spelen. Elke speler gooit zo meteen een keer met de dobbelstenen en wie het hoogste aantal ogen gooit, mag beginnen. Degene die mag beginnen gooit vervolgens bijvoorbeeld 3. In dat vakje staat lidwoord. Dat betekent dat de leerling een lidwoord mag bedenken. Een leerling kiest bijvoorbeeld het, schrijft het op en heeft zo al een lidwoord verzameld voor die zin die het groepje straks moet gaan maken. Volgende leerling gooit 5. Zelfstandig naamwoord. Verzint een zelfstandig naamwoord wat past bij het. Molletje. En schrijft molletje op. Zo verloopt het spel. Maar er zijn natuurlijk ook bijzondere vakjes. De rode vakjes betekenen ga zoveel plaatsen terug, sla een beurt over, etc. Zie de legenda. Dan de lasergamepistolen. Die betekenen schiet woorden weg die je niet nodig hebt. Dus de leerling kijkt dan naar alle woorden die ze tot nu toe hebben opgeschreven, overleg met het groepje en daarna streep de woorden door die ze niet willen gebruiken in die zin. Bijzondere vakje Rian. Ja, sorry Rian, maar dan moet je terug naar start. Dan het vakje Topito. Een leerling mag zelf een woord verzinnen voor de zin. Het vakje van een vis. Vis een woord op bij de leerkracht. Dus die leerling komt dan samen met zijn groepje naar jou toe en vist bij jou een woord op. Je kan de woorden gewoon neerleggen of je lamineert de visjes, pakt een bak met water, maakt van die vishengeltjes met magneetjes en doet net als bij de echte Wie is de Mol, een visactiviteit. I love it. Na deze uitleg kunnen de groepjes lekker gaan starten. Jij zet de timer op. Ja, zelf inschatten. En dan even belangrijk. Het doel was natuurlijk effectief communiceren. Dat betekent dat je de kinderen het volgende ziet doen. Luisteren, observeren, duidelijk spreken, reageren en overleggen. Zie jij dat een groepje effectief communiceert, dan kunnen ze €200 verdienen. Ja, en als ze ook nog eens een goede zin hebben gemaakt aan het einde, dan krijgen ze er €100 bij. Oh ja, en voor groep 5, 6, goed om te weten, er is een apart bordspel voor jullie. Staat klaar in de drive, plus uitleg. Jongens, dit was hem weer. Tot volgende week. Doei!